Welkom bij de eerste aflevering van Buitenaards Contact. Mijn naam is Arjan Bos. En mijn naam is Martijn van Staveren en ook namens mij uiteraard heel hartelijk welkom bij deze eerste uitzending van Buitenaards Contact. Ja. In de eerste aflevering hebben we een aantal items. Als eerste Martijns ervaring en wat buitenaardse actualiteiten. We hebben het ook over een historische sighting en we hebben een ervaringsverhaal van een kijker. Zeg Martijn, hoe komt het nou dat je het voor jezelf zo belangrijk hebt gemaakt om over buitenaards contact te spreken? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ja, dat is een hele interessante vraag. Hoe komt dat? Ja, dat heeft een aantal redenen, een aantal oorzaken ook. Hè. Ik heb in mijn hele leven contact met buitenaardse wezens, ook wezens uit andere dimensies. En ik heb daar eigenlijk mijn hele leven al over gesproken. Dat heb ik altijd al gedaan. Waarom ik dat nu zo expliciet naar voren breng, juist in deze tijd, heeft te maken met wat er ook allemaal gebeurt. Met wat er allemaal plaatsvindt. En ik denk, als ik voor mezelf, maar ook voor andere mensen spreek, dat het een hele welkome bijdrage is als je zo vrij uit gaat spreken over zo'n waanzinnig onderwerp. En dat je niet per se op je achterhoofd hoeft gevallen of op je hoofd hoeft te zijn gevallen dat je gek bent bijvoorbeeld. Maar dat het dus ook echt iets is wat je gewoon goed bespreekbaar kunt maken. En dat doe ik met alle plezier. En de noodzaak daarin is ook bij mij heel sterk van, ik heb het niet voor niks meegemaakt en ik maak het niet voor niks mee. Honderden miljoenen mensen op deze planeet maken hele bijzondere dingen mee. Ja. In de gezondheidszorg, in de psychiatrie, noem het maar even, bij de psychiatrie wordt ook echt gevraagd naar de belichting van dit onderwerp. In de militaire industrie worden echt veel over gesproken. In de burgerluchtvaart wordt erg veel gesproken over de voertuigen die zich met duizelingwekkende snelheden door onze atmosfeer begeven. Er is genoeg voeding om over te spreken. En de reden waarom ik dat doe is gewoon om het mede in beweging te zetten. Dus het gaat niet zozeer om mijn verhaal, dat is het helemaal niet. Het gaat erom om het gewoon bespreekbaar te maken. Om elkaar te inspireren en te motiveren om dit gewoon achter de gordijnen naar voren te halen. En ik weet dat het niet alleen mooie verhalen zijn en alleen vervelende verhalen zijn. Ik weet gewoon dat het verhalen zijn die gewoon naar voren mogen komen. En ik heb het gevoel dat het gewoon de tijd is, als je kijkt wat er op dit moment allemaal op de aarde gebeurt. En wat er allemaal om ons heen plaatsvindt, maar ook binnen de mens zelf. Dat we in een enorme transitie zitten. En dat er enorme krachten op deze planeet aan de knoppen zitten. In de poging en de veronderstelling dat deze realiteit waarin we nu zitten blijft gehandhaafd. Hè. En daar doen heel veel mensen aan mee om die realiteit te handhaven. Denk gewoon even aan de huidige regeringen. De regering in Nederland zijn heel competent in het handhaven van het systeem. Dat doen ze buitengewoon goed. En daarvoor ook alle lof. Maar het is ook zo dat we naar een andere realiteit gaan. En in die realiteit zullen mensen zoals wij met elkaar heel veel te doen hebben om dit naar voren te brengen. En als je dan vraagt hoe dat komt dat ik dat doe, uit noodzaak en liefde voor deze prachtige mooie planeet. Ja, ja. Nou, ja. Fantastisch dat je het doet. Het is inderdaad een waanzinnig onderwerp. Ja. Er is van alles gebeurd op dat gebied, ook in de afgelopen tijd. Daar hebben we een aantal actualiteiten uitgehaald die we even de revue laten passeren. Leuk. Ja. De eerste is NASA, die kwam met een heel bijzonder bericht, dat buitenaards leven op andere planeten bestaat. Dan is dat heel bijzonder dat van die organisatie komt. En zij zeggen onder andere in dat artikel dat mede komt door die James Webb-telescoop, dus die nieuwe telescoop waarmee ze veel scherper en dieper in de ruimte kunnen kijken. Waarmee zij dat vooral heel goed kunnen, hè? Ja, inderdaad. Laten we wel vaststellen dat het altijd andere partijen zijn die dat voor ons doen. Ik ben benieuwd wat wij zouden zien als Arjan en Martijn aan die telescoop zitten. Ja, ik ben ook zouden we dan dezelfde nieuwsberichten naar buiten brengen of zou het dan nog veel meer revealing zijn? Hè? Ja, nou, we hebben ook nog verderop in de uitzending een filmpje, ook een echte NASA-filmpje, waar wel wat bijzondere dingen op te zien zijn. Mm-hmm. In het onderste deel van het artikel, dat is bij de derde afbeelding even voor de regie, daar is een quote, daar staat dat dus de mogelijke ontdekking, die zal de wereld voorgoed veranderen. En ook met name dat de NASA daarvoor nodig is. Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Nee, dat kan absoluut niet. Dat kan niet, hè? Nee, nou, dan hebben we toch een probleem, want ik ben een vrijspreker, of tenminste, we hebben een uitdaging. Zolang wij gepoogd worden te denken dat we andere mensen nodig hebben, andere partijen nodig hebben om informatie naar buiten te brengen, dan doen we precies wat die partijen ook willen. Want wij hebben feitelijk NASA helemaal niet nodig
om achter de feiten te komen. En er zijn genoeg mensen, genoeg klokkenluiders in Nederland, maar op de hele planeet, die informatie naar buiten brengen, buiten de gevestigde structuren om. Het is natuurlijk fijn dat NASA zich hiervoor laat gebruiken. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ja. Want binnen NASA zijn al decennia lang mensen die op de hoogte zijn van aanwezigheid hier op aarde, die al vele duizenden jaren hier aanwezig zijn. En dus op het moment dat NASA gaat roepen van wij zijn degene of wij zijn nodig om die informatie naar buiten te brengen, ja, dan kun je gewoon afvragen van hoe komt dat dat ze dat zeggen? Ja, want op het moment dat wij dat zelf gaan onderzoeken, komen we waarschijnlijk met een hele andere conclusie als dat NASA dat doet. Ja. Dus het zou kunnen zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn dat NASA dus voor ons de route gaat uitstippelen waarvan zij willen dat wij dat weten krijgen. Om mogelijke verhalen van mensen zoals ik en ook andere mensen thuis, om die dus in banen te leiden. Hè? Dus je krijgt dan toch een klassificatie van, nou, de NASA zegt dit. Mm-hmm. Hè? En dat is dan toch de waarheid. En al die andere mensen die iets anders vertellen, wat een contradictie is op wat NASA vertelt. En die mensen zijn dan toch eigenlijk in de war. Ja. Dus we moeten heel voorzichtig zijn en we dienen echt heel voorzichtig te zijn in het aannemen van zomaar realiteiten van organisaties als NASA. Ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder feit, dat ze hebben eigenlijk altijd alles categorisch ontkend. Exact. Hun bijnaam is ook Never a Straight Answer. Mm-hmm. En dat ze nu met dit bericht komen, dat is wel opmerkelijk. Dus dat betekent in ieder geval een switch van beleid intern. Nou ja, en ook naar extern toe. En dus dat is wel een bijzonder. Dat doen ze alleen maar in een bijzonder tijdsgewricht, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, NASA bestaat natuurlijk uit verschillende lagen. En je kunt rustig stellen dat NASA een onderdeel is van een hele grote inlichtingennetwerk. Tientallen inlichtingendiensten wereldwijd die samenwerken onder een bepaalde vlag. NASA is daar een uitvoerend orgaan in. He, dus de mensen die binnen NASA die met heel belangrijke informatie naar buiten komen, doen dat ook allemaal in opdracht van. Ja. En het wil niet zeggen overigens dat alle mensen bij NASA niet straight zijn, zeg maar. Hè? Want er zijn natuurlijk tienduizenden mensen binnen NASA die met hart en passie, volledige passie, het werk doen als astronoom en onderzoek plegen. Dus laten we het vooral niet over één kam scheren en elkaar wel respecteren. Het is alleen wel bijzonder dat NASA daarvoor naar voren wordt geschoven. Ja, helder. Goed, het volgende stukje wat voorbij kwam, dat is een heel bijzonder genetisch onderzoek. Waaruit blijkt dat farao's uit Oud-Egypte eigenlijk buitenaardse hybriden zouden zijn. En dus een nieuwe genetische studie wijst in die richting dat sommige Egyptische farao's aan opzettelijke genetische manipulatie werden onderworpen door een technologisch geavanceerde beschaving. Stuart Fleischman, assistent hoogleraar Comparative Genomics aan de Zwitserse Universiteit in Cairo, en zijn team hebben onlangs de resultaten van een 7 jaar durende studie, waarbij DNA en botweefsel van 9 oude Egyptische farao's in kaart zijn gebracht, gepubliceerd. En als die bevindingen juist zijn, zou het een verandering van de wereldgeschiedenisboeken betekenen. En een paar afbeeldingen die ze ook hebben, eentje is van DNA. Daar hebben ze het DNA van Akhenaton vergeleken met een gewoon mens, zeg maar. Nou, dat zie je dat toch wel behoorlijk anders eruit ziet. En dat hebben ze ook gedaan met botweefsel. Daar hebben ze ook allerlei hele fundamentele verschillen in gezien. En het laatste stukje van het artikel, dat was wel interessant. Die zeggen van nou, en dus de buitenaardse genetische manipulatie, hè, met opzet bij vooraanstaande in het verleden. En zij stellen zich de vraag van, goh, zijn ze eigenlijk wel ooit verdwenen? Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja, dat is een hele goede vraag. Zijn ze eigenlijk wel verdwenen? Terug over de DNA natuurlijk. Hè. We spreken over een buitengewoon interessante ontdekking. Hè. Mogelijke ontdekking, laten we daar ook weer duidelijk over zijn. Ja, absoluut. Nou, het is in ieder geval een westerse wetenschappelijke studie, waar echt een team 7 jaar aan heeft gewerkt, mm-hmm, met hoog geavanceerde technologie. Ja. Dus dat is heel interessant. Zeker interessant. En dat is ook interessant om te beseffen dat binnen de universitaire groepen, complete mensen die nu kijken en daar ook bij betrokken zijn, weten dat het ook zo is, dat er binnen de universitaire groepen ongelooflijk veel strijd is over hoe je iets kunt interpreteren, een onderzoek of de resultaten daarvan. Betekent de uitslag van het onderzoek, betekent het zus in het daglicht van zo, of is het een radicaal andere uitslag die je zo moet interpreteren? Zolang we dus niet een eenduidige richting in kunnen gaan van de uitslag, wordt er dus uitslag achter de gordijn gehouden. Hè? En dat is zo jammer. Daarom is het ook belangrijk dat we zelf dus een televisieprogramma zoals nu aan het presenteren zijn, waarin we nogmaals jullie allemaal uitnodigen om ook hele belangrijke informatie hier over deze onderwerpen naar voren te brengen. Hè? Want dat hebben we natuurlijk met elkaar ook nodig.
Wat ook nodig is, is dat de mensen binnen de universiteit durven op te staan. En zich hier ook durven over uit te spreken. Want als je kijkt naar DNA, de uitslag, het onderzoek daarvan, daar kun je niet omheen. Nee. Dit zijn harde feiten, wetenschappelijke feiten, op basis van hoe de wetenschap op dit moment functioneert. Ja. Mm-hmm. En dat is een enorme grote, dat betekent enorm, enorm veel. Ja. Dus ik kan er wel iets over zeggen. Wat ik er zelf van weet, is dat de farao's inderdaad een kruising zijn, een soort hybridiseringsras, een aanpassing, modificatie tussen mensachtige wezens, die onder andere van een Syrische afkomst zijn, hè, van een Syrische beschaving. Mm-hmm. En dat is een aangepast door zeta-groeperingen. Dus dat zijn rassen, en de zeta-groepering bestaat uit heel veel verschillende lagen, maar dat zijn die wezens met ook langere schedels, mm-hmm, en ook wat grotere ogen. Oh, ja. En daar is een kruising tussen gemaakt. En ik denk dat je echt geen bril nodig hebt, om het maar even rot te zeggen, om te zien dat de schedels uit de oudheden gewoon totaal anders zijn dan de schedel van jou en mij. Ja, absoluut. En degene die daarover zegt van ja, dat is een afwijking. Ja, zo kun je natuurlijk alles in het universum een afwijking noemen. Je zou ook de hele mensheid dan een afwijking kunnen noemen. Hè? Ja. Dus we zullen echt wel ons nuchtere verstand dienen te gebruiken bij het vaststellen van ook visuele waarheden. Ja, ja. En dan heb je nog niet eens een DNA-onderzoek nodig. Maar dat is wel nodig om aan te tonen dat het ook inderdaad iets anders is dan de mens. Helder. Nou, en die feiten liggen er gewoon. Ja. Dus ik zou zeggen van collega's van het RTL Nieuws en de NOS, et cetera, durf het eens even aan. Breng het eens naar voren. Gaan die mensen eens interviewen en hoe komt het dat jullie dat niet doen? Lijkt me een goed plan. Denk het ook. Absoluut, ja. En je noemde even dat Syrische rassen en de zeta-groeperingen. En kun je eens in algemeenheid stellen dat in ieder geval dat is mijn perceptie, dat de mensen uit Syrië en dat meer positief gestemde naar de mensheid zijn en de zeta wat met wat negatievere agenda naar ons toe? Een simpele vraag met een heel mogelijke complexe antwoord, dus dat zal ik niet helemaal uit elkaar trekken. Okay. Maar ja, het antwoord is ja, in hoofdlijnen wel. De Syrische beschavingen hebben over het algemeen een bijdragende visie over de mensheid. Wat niet altijd wil zeggen dat de visie van hen ook bevorderend is voor ons. Dus er zijn ook binnen het Syrische stelsels, we spreken hier niet over één planeet, we praten over een gigantische complexiteit aan beschavingen. Daarvan is zeg maar 80% is bijdragend, ondersteunend in het menselijk bewustzijn, in het programma wat hier op aarde draait. 20% daarvan heeft daar een andere visie over, maar is niet per definitie afvallig, laat ik het zo maar even noemen. Okay. En bij de zeta-groeperingen heb je dat eigenlijk precies hetzelfde, maar de zeta's hebben wel andere agenda's en andere motivaties om de mensen te ondersteunen. En één daarvan is omdat ze mede scheppende ras zijn van de oorspronkelijkheid van de mens, maar ook omdat iets aan de hand is in hun eigen beschaving, waardoor ze ons ook weer nodig hebben om te blijven existeren. Dus ik kan heel het niet simpeler houden dan Nee, oké, dat kun je natuurlijk nog eindeloos op door. Ja. Maar wij moeten ook even verder in dit programma. Ja, jammer hè, dat ik niet over door kan gaan. niet getreurd, want er staan heel veel andere interessante zo is dat. Onderwerpen op het programma. Onder andere een neuroloog, die heeft een hersenonderzoek gedaan. En die zegt van ontvoerd door aliens. Maar die neuroloog die vindt eigenlijk allemaal overeenkomsten in vermeende slachtoffers. En die zegt, dat is de neuroloog Michael B. Russo, en die zegt dat hij afhankelijk niet wist wat hij ervan moest denken. Toen een van de eerste patiënten aan hem vertelde dat ze werd ontvoerd door buitenaardse wezens uit de ruimte. Ja, hij zegt, hun artsen verwezen hen door naar mij, omdat ze een soort hoofdpijn of een soort neurologisch probleem hadden. En hun artsen wisten niet dat ze het probleem aan ontvoering weten. Maar in het intakegesprek vertelden ze het aan die dokter. En hij gebruikt apparatuur van €200.000, die heet Dense Array Electroencephalography Machine, jawel. Nou, dat klinkt heel goed. Dat is het enige op zijn soort op Hawaii. Nou, dat zou het enige op de soort op de wereld kunnen zijn. Daarom staat het ook op Hawaii natuurlijk. Natuurlijk. maar waarbij hij de elektrische activiteit van de hersenen van zijn patiënten in kaart wist te brengen. En bij de mensen die vertelden dat ze ontvoerd waren door buitenaardse wezens, die gaven 75% gelijke resultaten in een bepaalde activiteit in hun hersenen. Ja. En hij zegt zelf van, nou, dus niet dat ik mijn patiënten niet geloof, maar ja, ik stel alleen vast wat ik waarneem met mijn apparatuur.
En ik heb dat soort artikelen wel eens vaker gelezen, dat dit soort onderzoeken werden gedaan. Mm-hmm. En de teneur is eigenlijk van, het fenomeen buitenaards leven of die ontvoeringen afdoen. Als een chemietje in de hersenen of een elektrische activiteit in de hersenen. Mm-hmm. Een hallucinatie of iets dergelijks. Ja. Als jij dat hoort, wat zijn jouw gedachtes daarbij? Nou ja, we staan natuurlijk in het beginpunt van de wetenschap, ook besef bij de mensen zelf thuis, om na te gaan denken van wat neem ik eigenlijk waar? En dit is toch echt de eeuw van het hersenonderzoek. En laten we dat nog eens wat breder trekken. Het gaat niet om het hersenonderzoek. Het gaat om het verschuiving van, het is een paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn. Dus hoe nemen wij iets waar? Wat nemen wij waar? En wat is bewustzijn? Hoe zit bewustzijn gekoppeld aan ons lichaam? En dan nog, is het überhaupt zo dat ons bewustzijn gekoppeld zit aan ons lichaam? Of is dat misschien een neurologische interpretatie? Dus als deze arts deze richting ingaat, dan zeg ik van nou, dat is buitengewoon interessant. Want dat werpt heel veel nieuwe vragen op. En het is precies waar ik het ook over heb. Dat het hele bewustzijn een neurologisch of eigenlijk metafysisch neurologisch gebeurtenis is. En dus ons fysieke lichaam heeft een neurologisch circuit. Maar we hebben ook nog een niet-fysiek lichaam. Dus dat is vanuit het non-lokale bewustzijn. En daar hebben we ook een neurologisch circuit. En je kunt dat wegverklaren door te zeggen, nou ja goed, de hele UFO-ontvoeringen, dat zijn eigenlijk allemaal neurologische prikkels. Als dat zo is, hè, en dat is ongetwijfeld ook zo, hè, waarmee het nog niet goed verklaard is, daarmee kun je je ook afvragen, wat is deze werkelijkheid dan waar wij nu in zitten? Mm-hmm. Want als een buitenaardse ontvoering vertaald als een andere ervaring in een andere bewustzijnstaat een neurologische gebeurtenis is, hoe neurologisch is deze gebeurtenis dan waarin wij zitten? Deze realiteit. Dus deze man of vrouw, man. Ik zou eigenlijk ook wel een soort instrument kunnen zijn om het hele buitenaardse fenomeen of interdimensionaal bewustzijn heel anders op de agenda te zetten. Dus je kunt daar allerlei meningen over hebben. Mm-hmm. Je kunt je afvragen van wat betekent dat? Hè? Ja. Als je 10 mensen op een rij zet die iets zien gebeuren, nemen ze allemaal iets anders waar. Heb je ook andere gevoelens bij. Dus wat is de realiteit? Wat neem je waar? Ontvoeringen bestaan. Die bestaan gewoon. Zowel fysiek als niet fysiek. Ja, en op het moment dat het een fysieke realiteit is, een fysieke ontvoering is, dan zeggen we van ja, het is waar, want het is toetsbaar aan de hand van de fysieke wetenschap. Ja. De fysieke natuurwetten. En zodra het niet fysiek is, dan zeggen we van ja, het is niet werkelijk. Mm-hmm. Dan willen we het verklaren als een neurologische gebeurtenis. Maar stel je nou eens voor dat alles onder een veel grotere paraplu een neurologische gebeurtenis is. Aha. Wat weten wij? En ook, wat denken de wetenschappers? Kunnen de wetenschappers denken buiten de box? Kunnen wetenschappers buiten de kaders denken van wat ze hebben geleerd? En kunnen ze ook buiten de kaders denken van wie zij zelf denken dat ze zijn? Ja. Dus wie verklaart iets en wie verklaart wat? Ja. Dus er komen zoveel vragen naar boven, buitengewoon interessant. En wellicht is dat een goede stap om eens een keer op een ander moment op in te gaan. Ja, leuk. Maar ik vind het te kort door de bocht gaan om daar gelijk een klassificatie aan te hangen van oké, dan is het dus niet waar. Nee. Want als het zo is dat de neurologische circuits de ingangen zijn tot deze realiteit, dan is dat juist ook de sleutel. Precies. Ik ben gek op sleutels. Kijk, ja. En ik las laatst ergens dat de kwantumfysische wetenschappers, die moeten zich tegenwoordig in 12 werkelijkheden uitdrukken om de realiteit een beetje te benaderen. Ja. En dat zou eigenlijk integraal doorgevoerd moeten worden naar alle andere wetenschappen. Ja. En dat, ja. Het hele model waarop we op dit moment de werkelijkheid een betekenis geven, rammelt aan alle kanten. En we mogen toch, ondanks dat, met de voeten op de vloer blijven staan. Maar als we dit gaan onderzoeken, dan ontdekken we ook waarom het UFO-fenomeen, waar het buitenaardse fenomeen zo lastig is inhoud te geven, betekenis te geven. En waarom het ook lastig is om dat positief of negatief te benaderen. Hè, dus je kunt zeggen dat is negatief en dat is positief. Maar als we alles gaan onderzoeken wat voor rol onze neurologische quiz daarin hebben en hoe wij reageren op iets wat mogelijk negatief lijkt, maar toch misschien helemaal niet zo is, dan wordt ineens alles radicaal anders. En dat is de tijd waarin we zitten. We gaan het anders belichten. Dat betekent dus ook dat hele mooie dingen ook wel eens iets andere betekenis zouden kunnen hebben. Ja. Dat kan van beide kanten. Oké. Dus we drukken weer op de knop van de verwarring. Zo, klik. En dan worden mensen in de war geraakt, gemaakt. Ik beweer telkens weer dat verwarring nodig is voor een heronderzoek. Uit die kaders. Helemaal goed. Ja, zeker.
We hebben 10 van de meest overtuigende UFO-sightings in mei zijn we tegengekomen. En die beginnen met dit plaatje. En dat is de hele wereld overgegaan als zijnde dat dat het bewijs was voor buitenaards leven. En dat we daar eigenlijk een buitenaards lichaam zagen, wat overleden was. Maar wat blijkt is dat die komt uit een museum. Het is gewoon een mummie uit een museum. Met een plaatje er ook op van een museum. Het is wel leuk dat ze dit artikel zo hebben ingeleid. Want de 10 most convincing cases, die zijn best heel aardig. En daar komen er zelfs 2 van in Nederland voor. Op nummer 10 staat namelijk een meneer uit Maassluis. Daar kunnen we gewoon even naar kijken. Die man die kon zelf ook weinig info geven. Maar die heeft best een heel aardige unidentified flying object voor zijn camera gekregen. Leuk. Ja. Kunnen we daar even naar kijken? Ja. Dit zijn beelden gemaakt vanuit de hoogbouw aan de Merellaan in... Ja. Ja, meneer uit Maassluis, die heeft toch een mooi plaatje erop gekregen. Ja, knap. Ja, toch? Ja, ja. Heel fijn dat iemand het ook durft te publiceren, met naam en gezicht erbij, want we hoeven ons daar helemaal niet voor te schamen. Dagelijks worden er voertuigen in de lucht gezien. Ja. En deze voertuigen zijn echt niet allemaal van buitenaardse makelij. Er zitten ook heel veel spionagetoestellen. De mensheid wordt enorm bespioneerd. Er zitten ook allemaal militaire toestellen tussen. Maar ze hebben in ieder geval de techniek om zich onzichtbaar te maken, visueel technisch. Hè? Dus buiten het visuele lichtspectrum te bevinden. Ja, en dat gebeurt gewoon. Ja. Ik let veel op de lucht en ik zie heel veel bijzondere dingen daardoor. En niet omdat ik dat wil zien, maar dat zijn gewoon fysieke voertuigen. En ik zie dat soort situaties ook. Ik heb heel vaak in Friesland, heb ik ook, omdat ik daar toen ook aan het werk was, heb ik heel vaak... echt van die voertuigen in de lucht gezien. Spionagetoestellen die echt boven de stad hangen, boven Leeuwarden. Ja. Op een behoorlijke hoogte hoor. Okay. En dan in één keer vrij snel zich bewegen van de ene naar de andere plek en daar ook weer stil hangen. Ja. Dat zijn echte drones. En dus die film van de Matrix, van die Sentinels, ja. Wij hebben ook drones. En die drones die bestaan al veel, veel langer als dat iedereen denkt. Okay. Maar we krijgen dat nu allemaal op ons bordje, omdat het veel gezien wordt, dat we kunnen zeggen, ja, dat was een drone. Okay. Maar wat het werkelijk is, dat wordt daarmee niet verklaard. Mm-hmm. Dus leuk dat die man dat gefilmd heeft. Ja. En had je zelf nog, herkende jij zo'n toestel? Heb je zelf ook wel zo'n soort toestel gezien? Hoor, ja. Denk je dat die fysiek is? Of dat dit is een fysiek toestel voor mijn waarneming, wat ik er nu bij zie. Met altijd een slag om de arm, omdat ook ik het niet zeker kan zeggen natuurlijk. Nee. Ik kan alleen maar kijken op basis van wat ik heb gezien. En ik heb heel veel gezien. Het lijkt voor mij er in ieder geval op dat het een echt een fysiek toestel is. Ja. Oké, ja. Great. Nou, de nummer 9 op de lijst, die komt uit San Diego. En die was wel bijzonder, omdat NBC7 die heeft dat uitgezonden. Dat was een hele serie lichten. En op een gegeven moment toen, die heb ik al heel veel mensen gezien. En op een gegeven moment verstrekte die zender helemaal geen info meer aan iemand. Dus de vraag van, goh, is hun de mond gesnoerd? Mm-hmm. Maar laten we even naar dat filmpje kijken. Het was een heel kort filmpje. Ja. Het wordt tijd, jongens, dat we wat langere filmpjes hebben. Bijzonder. Dit soort voertuigen bestaan gewoon. Ja. Als je contact hebt met buitenaardse beschavingen, en laten we het woord buitenaards maar even tussen haakjes zetten, andere beschavingen, andere planetaire beschaving, en je zult zien wat een enorme voertuigen zij hebben. Nou, het is echt ongelooflijk mooi en bijzonder indrukwekkend. Veel al gepaard met enorme mooie kleuren, vormgevingen die echt uiteenlopend zijn. Dus het is niet per se dat het rond is of dat het vierkant is. Het kan de meest waanzinnige vorm aannemen. Ja. Met prachtige kleuren en uitstraling. Het kan zich opsplitsen in verschillende lagen. Zo heb ik in 2008 ook een hele mooie ervaring in Zuid-Duitsland met mijn familie, waren we op vakantie. En daar ook echt hele mooie voertuigen in de bergen gezien die over ons heen vlogen. En ook echt... zich opsplitsen, allemaal lichtballen tegelijkertijd. Dus in een formatie over ons heen zijn gevlogen. Hey. Ja, heel mooi. Dat heeft niet altijd per se een bepaalde vorm. Ja, dus laat ons verrassen wat er allemaal te zien is in de lucht. En ik weet ook dat als we ons op afstemmen, dat we ons voor openstellen, dat het ook makkelijker gaat. Hmm. Dus heel mooi. Mooi plaatje. Ja, nou laten we daar ook nog eens een keer speciaal aandacht aan besteden over dat afstemmen. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk, hoor. Ja. Want het afstemmen is niet zozeer dat je in de meditatie hoeft te zijn, want dat maakt nogal eens vaak echt een behoorlijke verwarring. Dat mensen denken dat het omgaan of het zien van UFO's dat te maken heeft met afstemmen altijd via de meditatie. Maar het heeft heel veel te maken met je gemoedstoestand, hoe je je voelt.
En nou, dat is een heel veelbesproken onderwerp waar ik het altijd over heb. Maar dat is ook heel belangrijk, omdat andere beschavingen heel goed begrijpen dat wij bestuurd worden in ons gemoedstoestand. En denk maar gewoon eventjes aan dat elke maand dat je je geld overmaakt voor de hypotheek of de huur. Hè, voor veel mensen is dat een hele grote kwelling. En het brengt een enorme gemoedstoestand met zich mee. Alleen al die datum die eraan komt. Hè, en zo worden wij dus voortdurend door prikkels van buitenaf, worden wij mensen beïnvloed in onze gemoedstoestand, dus in onze staat van zijn. En als je wilt weten wat galactisch bewustzijn inhoudt en hoe dat voelt, nou daar kom je dus niet toe als je voortdurend in een zorgenstaat verkeert. Ja, precies. Ja, dus we gaan het er zeker nog een keer over hebben. Oké. Looking forward. De volgende is helemaal kort en is ook niet zo heel veel over te zien. Dat is op zich wel vrij jammer, hij is uit Chili. Die heeft een video uit 2012 vrijgegeven. Dat was wel bijzonder, omdat hij door hoge overheidsofficials is waargenomen en ook door ambulancepersoneel. En dat nogal wat mensen, daar is nogal wat ophef over geweest in Chili en die is nu vrijgegeven. Dat is een heel kort filmpje, laten we er even naar kijken. No es cierto? Sí. Sí, vos estás Colombia. No es cierto? Sí. Sí, vos estás Ja, het is maar heel kort, hè. We verwachten natuurlijk altijd heel veel spectaculair materiaal. Dat is ook wel eens jammer, hoor. Dat natuurlijk, maar het zijn zoveel materialen en die gaan we ook echt wel meer gaan publiceren. We nodigen nogmaals jou thuis ook uit om je bijdrage te leveren. En dat hoeft niet altijd met naam en toename. Als je zegt, ik vind het gewoon belangrijk dat het naar buiten komt, mag je ook gewoon een andere naam opgeven. Maar wat we hier zien is inderdaad een filmpje met een voertuig. Nou ja, goed, en als je dat kunt verifiëren door wie dat gefilmd is, en dat is ook allemaal te staven. Het maakt toch ergens verschil. Ik vind dat zelf persoonlijk heel kwalijk, hoor. Maar goed, dat is op dit moment zo wel zoals de mensen denken. Het schijnt heel veel verschil te maken als je burgemeester bent of politieagent en je hebt zoiets gefilmd en je laat dat zien. Dan is dat blijkbaar veel geloofwaardiger als dat je een huismoeder bent, die overigens veel drukker heeft dan vaak aan een politieagent. Ben je dan heel erg meer geloofwaardig of iets dergelijks. En daar mogen we ook wel van af. Ja. En dus voor mij is het niet zo belangrijk wie het waarneemt. Het is gewoon veel belangrijker dat het wordt gedeeld. Maar het is wel heel interessant dat we kunnen tonen. Ja, ja absoluut. Ja. Nummer 7 op de lijst. Dat is ook een unidentified flying object van hele andere orde. Die is waargenomen door een bewakingscamera in het gebouw van de US Space Walk of Fame. Laten we dat klinkt ook veelbelovend. Maken. Ja. Ja, dat is wat we een orb zouden noemen, ja. Die opeens voor zo'n camera verschijnt. Ja. Wat maak jij daarvan als je ernaar kijkt? Nou, ik ben altijd, ondanks de waanzinnige ervaringen die ik zelf heb, ben ik altijd heel voorzichtig met dit soort zaken. Wat ik zie is inderdaad een, net als jullie thuis en jij, zie ik een lichtbal. En die lichtballen die kunnen zijn, dat kunnen orbs zijn zoals ze worden genoemd, zijn bewustzijnsvelden. Het kunnen fysieke vormen zijn die zich razendsnel transformeren in een andere neurologische opbouw, waardoor onze hersenen iets anders zien dan wat het werkelijk is. Dat is heel, heel interessant. Het kan ook zo zijn, en dat is toch belangrijk om te noemen, het kan ook, en daarvoor is onderzoek gewoon nodig. Het kan ook zijn dat het iets te maken heeft met de wijze waarop de chip werkt in een camera. Hierbij heb ik het gevoel dat het wel authentiek materiaal is, dat het echt iets is waardoor die ruimte heen gaat. Hoor. Okay. We moeten niet wegcijferen wat de kracht is van de verstoring kan zijn van een object of van een lichtfrequentie in een lens. Okay. De CCD-chips die dat allemaal zien. En dus we zullen ook heel voorzichtig moeten zijn. Ik ben ook niet iemand die zomaar overal maar een duimpje bij zet van dit is buitenaards of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar ik ben ook niet iemand die zegt duimpje naar beneden van dit is het niet. Ik weet dat evenmin net zo goed als dat andere mensen dat weten. Zou het kunnen bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat het gewoon een stofje was die er rond was? Dat is heel goed mogelijk, hè? Want een klein stofje op een meter afstand van een videocamera kan dus inderdaad een lichtbaleffect worden. Hè? Want ook de camera, ook de CCD-chip interpreteert een vorm op een bepaalde wijze. Maar goed, wat ik er nu bij zie, en het is dus voor mij ook de eerste keer dat ik dit zie, want het is niet afgesproken werk van tevoren dat we hier doen. Het is allemaal gewoon lekker interactief. Het lijkt mij erop dat daar in ieder geval een voertuigje of een object zich op een bepaalde manier voortbeweegt. En dat kan dus, want dat wordt wereldwijd gezien en dat bestaat dus ook. Er zijn heel veel verschillende soorten beschavingen en bewustzijnsvelden die eruit zien als een lichtbal. En dat kunnen kleine lichtballetjes zijn van een centimeter, mm-hmm. heel helder. Maar dat kunnen ook hele grote objecten, hele grote ballen zijn van kilometers groot. Hmm.
En orbs waar mensen ook veel over spreken, dat zijn ook echt bewustzijnsvelden. Moet ik even denken trouwens, heb ik helemaal nog niet met jou gedeeld. Maar er is een commentaar op ons YouTube filmpje die we hebben gemaakt voor de introductieuitzending. Ja? Zegt iemand bij op 3636 dat er ook een soort vierkantachtig orb verschijnt hierboven in die bomen. Dat vond ik ook heel bijzonder. Ja, nou, dat is, er gebeuren ook dingen natuurlijk. Kijk, net als dat de mensen bij, als je hiermee bezig bent, gebeuren er gewoon, worden er meer dingen zichtbaar. Dat is het. Okay. Het gebeurt voortdurend. Het is niet zo dat het ineens gebeurt. Dus bij welke, dat is de introductieuitzending? Introductieuitzending, en dat is het stuk, en dat is, dat gebeurt precies op het moment dat ik jou even samenvat, zeg maar. Dat, want we hadden het over de Matrix. Mm-hmm. En jij zegt daar een heel verhaal over. En ik zeg dan van, goh, dus eigenlijk is het de bedoeling dat we juist niet de Matrix uitgaan, maar hem helemaal hier in eigendom nemen. Ah, ja. En precies op dat punt was er even een soort vierkantachtige orde. 36 minuten en 36 seconden. Ja. Okay. 9-9. Nou, wat mooi. Ja. Leuk. Getal, nou, ik ga het zelf ook eventjes nakijken straks. 9 is het getal van de mens, dus dubbel mens. Ja. 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 Nou, bijzonder. Oké. Okay. De volgende is nummer 6. Dat is een groen lichtfenomeen in Groningen. Die hebben we ook al in onze introductieuitzending even belicht. En die is dus ook daadwerkelijk de wereld afgegaan. Want deze Amerikaan die dit lijstje heeft samengesteld, die, daar kwam die ook in naar voren. Ja, ja. Dus, ja, het is een hele mooie foto. Hij is ook heel scherp. Ja. Het is, wat ik toen ook heb gezegd, het ziet er voor mij heel authentiek uit. Ja. Ik heb heel veel bijzondere ervaringen daar ook in meegemaakt. En dat lijkt daar gewoon heel erg op. Het ziet er heel erg hetzelfde uit. Het zijn soort plasmaschilden die zich in onze atmosfeer voordoen, waarin objecten in en uit kunnen vliegen. En dat wil niet zeggen dat dat dan gelijk, dat objecten gelijk op een andere locatie zijn. Maar het hoeft ook niet te verklaren. Het is gewoon het wordt gewoon gezien. Ja. En dit wordt wereldwijd gezien. En nu hebben we dat enorme mooie cadeau gekregen dat iemand dat heeft kunnen vastleggen. Ja, waarbij ik nog steeds niet zeker kan stellen dat het ook zo is. Maar wat ik al eerder heb gezegd, voor mijn gevoel ziet het ziet er heel authentiek uit. Ja. Je kunt het voor wat mij betreft, gevoelsmatig ook, maar ook verstandelijk zeg ik van ja, dit is gewoon authentiek materiaal. Ja. Het is een heel mooi cadeau dat, dat deze man dat heeft kunnen vastleggen. Ja, absoluut. Ja, een heel bijzondere foto. Goed. Dan komen wij bij het einde van het eerste deel van de eerste aflevering. Dus nogmaals het verzoek, als je beelden hebt of verhalen hebt, kun je mailen naar ayanenmartijn@earth-matters.nl. Verhalen en foto's en filmpjes zijn van harte welkom. Ja, zeker. Meer dan welkom zelfs. En wij weten dat er ongelooflijk veel leeft op het gebied van buitenaards contact of interdimensionale realiteiten. Ik spreek dagelijks echt met heel veel mensen die uit alle lagen van de bevolking komen. Voel je vrij om het op te sturen. Deel het gewoon. Het is de tijd om het met elkaar te doen. Wij delen het niet met z'n tweeën. Als jij het instuurt, dan delen we het met elkaar. En dat is zo belangrijk, dat we de materialen beschikbaar stellen in het publieke domein. Ja. En laten we dat gewoon lekker doen. Ja, met z'n allen. We hebben nu veel van de andere kant van de plas gedeeld. En ook wel wat uit Groningen. Ja. Maar het is hartstikke leuk als wij door jullie informatie en foto's en video's gevoed worden. Zeker. Dus daar hebben we het graag over. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot dan.